Ja, welkom allemaal. Ik ben Koert. Ik ben Hein. En wij zijn persoonlijke begeleiders op Stadwijk. Geweldig leuk werk. Heel veel uitdaging. Elke dag is weer anders. En een superleuk team ook. Kom maar kijken in ons prachtige pand. Ja, ik ben ook persoonlijk begeleider hier op Stadwijk. Daarnaast doe ik nog een opleiding, social work, aan de Hans Holmen School. Dus we krijgen binnen Humanitas ook de kans om verder te leren. En ja, dat vind ik eigenlijk een hele mooie combinatie, want ik kan hetgene wat ik op school leer direct in de praktijk brengen. Dus dat is eigenlijk hartstikke mooi. Ja, als persoonlijk begeleider begeleiden we eigenlijk allemaal 1, 2 of 3 cliënten die hier wonen. Er wonen in totaal 16 bewoners op Stadwijk. Nou, wij vinden het hartstikke belangrijk, dus wat we al zeiden, om zo gezond mogelijk te leven hier. Dus we hebben net wat verteld over het eten en wat we dus ook heel leuk vinden is activiteiten doen met de bewoners. Zo gaan we vanavond naar de sportschool, maar is het ook leuk om af te doen. Dan kan ik het samen doen. Hein even laten zien. Stadwijk hebben we ook het programma Sportwijk. Dat betekent eigenlijk dat we elke avond een activiteit aanbieden waar de bewoners aan mee kunnen doen. Zoals jullie op maandag wandelen, op dinsdag fitness, op woensdag voetbal, op donderdag fietsen, op vrijdag fitness, op zaterdag wandelen en op zondag fietsen. Ik vind het belangrijk om de bewoners te activeren en om samen met hun activiteiten te doen. Vanavond gaan we naar de sportschool. En dan laten we natuurlijk ook even wat leuke sproeibeelden zien. Ja. Wat zijn we eigenlijk aan het doen hier? Boodschappen doen voor Stadwijk. Voor Stadwijk, oké. Ja. Dus hoe vaak moet dat eigenlijk gebeuren? 2 keer in de week, op dinsdag en op vrijdag. Oké, en waarvoor is dat? Voor het koopproject toch? Ja, voor het koopproject voor gezonde voeding. Precies, en wat houdt dat precies in, het koopproject? Dat wij letten op wat we eten en dat we gezond eten en dat we sommige mensen wat bezwaar in moeten afvallen. Kijk, dus gezonde voeding. Ja. Daar gaat het om. En moet je verplicht meedoen of kun je daarvoor kiezen? Kun je verkiezen of je voor jezelf koopt of dat je het eetproject meedoet. Nou, kijk, dus er zijn soms bewoners die dan mee eten en soms zijn er bewoners die voor kiezen om niet mee te eten. Ja. Nou kijk, wat gaan we eten vanavond? Macaroni salade. Wat hebben we daarvoor nodig? Spekjes, die zit liggen, mais hebben we, macaroni hebben we, zilveruitjes, hebben we ook, augurken, die hebben we, slasaus, hebben we ook. Nou, we zijn hier in de keuken van Stadwijk, we hebben net heerlijke boodschappen gedaan, Hein en Sylvia, en er wordt nou lekker gekookt, zoals je ziet, we doen dit 7 dagen per week hier, we maken ook gebruik van de kookapp op de telefoon. Nou, dat is eigenlijk een app waarin heel eenvoudig wordt uitgelegd hoe je kan koken en vooral gezond kan koken, want dat vinden we wel belangrijk. Dus proberen we zoveel mogelijk met de cliënten samen te doen, dat ze ook leren koken met ons en daarna maar lekker spullen. We gaan nu even op bezoek bij een bewoner, Pisha, die is actief in de buurtraad, de cliëntenraad van Stadwijk. Hallo Richard. Hallo. Mogen we even verder komen? Zeker. Mooi. Ik organiseer de buurtraad. Die komt, die is er 1 keer in de maand. Ja, Klaas, we lopen hier in het prachtige Sappemeer. Ja. Waar gaan we heen? Naar de sportschool. En hoe vaak doen we dat gemiddeld? Dus, 2 keer per week gaan we sporten. Zijn we er ook altijd netjes 2 keer per week? Nou, niet altijd, maar... Nee, en we lopen hier met alle andere sporters. Het is de ene keer een grotere groep dan de andere keer. En vandaag gaan we met z'n tweeën even flink aan de bak. Nou, we hopen dat je een beetje een beeld hebt gekregen van hoe we werken op Stadwijk. Lijkt het je leuk om hier te komen werken, solliciteren of kom een keer langs? En wie weet al sinds.